I found myself in tears. Every day was filled with fear. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, deze day in my life. Ik heb er helemaal zin in. Het is tijd om op te maken. Ik kom net van Sander, ik heb daar geslapen. Dus ik had deze vest en deze roze joggingbroek nog aan. Of tenminste, dat had ik gisteravond aan en daarmee ben ik dus nu naar huis gegaan. Maar ik vind dat echt zo lekker zitten. Deze vest is van de Zara. Zo mega knit, echt super leuk. Maar ik ga hem even klaarmaken, want ik moet vandaag ook nog een video opnemen. Een naked video. Nou, en deze video ben ik dus aan het opnemen. En ik moet ook nog even bezig voor school. Dus ik ben eigenlijk best wel heel erg druk. En ik wil het ook wat rustiger aandoen. Want ik ben echt helemaal kapot. Helemaal gesloopt. Dus ik ga hem even opmaken. Wat ik dus de laatste tijd doe. Ik heb hier dan thee. En dan neem ik ook nog water mee. Dus dan heb ik twee keer drinken. En dan heb ik hier in een la. Dan heb ik mijn supplementen die ik slik. Niet alles tegelijk hoor. Maar ik neem deze. Vitamine K2 en D3. Ik neem nog vitamine C. En ik neem nog omega 3 visolie. En dat doe ik dus ongeveer 1 theelepel, iets meer. Dat kun je dus in je drinken doen. Ja, dat klinkt heel vies, maar je proeft er helemaal niks van. En ik heb trouwens deze supplementen van, dit is niet gesponsord of zo. Ik heb het gewoon wel opgestuurd gekregen, maar niet gesponsord. Maar ik hoef het niet te laten zien aan jullie op YouTube. Maar ik doe het toch, omdat ik er heel fan van ben. Maar dit is dus van Charlotte Labé. En als je me langer volgt, dan weet je dat ik al heel lang haar volg. Doe ik dus een beetje door mijn thee. Ik proef er niks van. Maar ja, zo krijg je toch je omega 3 binnen. En olie is dus beter opneembaar dan capsules. Voor omega 3. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En heel veel kijkplezier. Ik ben bij de oogschaduw aangekomen. Maar ik kan dus echt niet kiezen welke ik wil. Ik wil een beetje zo'n herfstlook maken. Oh mijn god, dikke foundation vlek. Maar ik kan niet kiezen. Ik vind het zo'n mooie paletjes. Deze heb ik nieuw van Essence. Die heb ik in een Shop With Me laten zien bij de DM. Heb ik deze gekocht. Mega mooi. Deze is ook heel erg mooi. Deze van Elf vind ik ook heel cute. Deze naam ook alleen al. Moet je even zien. Kijk. Pumpkin Pie van Elf. Echt love it. Of dus deze. En deze heb ik ook nieuw. Dit is een chocolate bar van Pupa. Of Pupa. Maar echt prachtig. Ik denk dat ik voor deze ga. Want die heeft ook wat roze tinten. Die ook. Ik vind het altijd zo grappig als ik mijn make-up doe. En dan nog niet mijn wenkbrauwen heb gedaan. Dan ziet het er zo kal uit. Wow, kijk hoe mistig het nu hier is geworden. Love it. Ik vind dat zo gezellig. Ik wilde eigenlijk net mijn haar nog gaan doen. Als in stylen. Maar dat ga ik zo doen. Maar ik word zo cozy. En ik krijg zo'n fijn gevoel van dit weer. Het is zo lekker mistig en koud. Love it. Ik heb dus de kaarsjes aangedaan. Want ik moet straks een video filmen. En ik ga nog editen. Dus dan vind ik het wel fijn om gewoon lekker het gezellig te maken in mijn kamer. Maar
Zoals jullie weten heb ik een hele grote kaarsenstash. Ik zou het hierboven even die video linken waarin ik het liet zien. Maar ik heb dus de Janky Candle Advent Calendar unboxed. En daar zitten ook heel veel kaarsen bij. Dus ik dacht, ik ga even eentje uitzoeken die ik ook nu ga aansteken. Dus ik ga jullie even meenemen. Ik heb hier namelijk zo'n mini potje, een beetje in een off-white kleurtje. En daar wil ik de kaars in gaan doen. En mijn kaarsenstash is echt insane. En dit is zeg maar, dit zijn alle kleine kaarsjes. En dan heb ik de grote kaarsjes daar in die bak. Dus ja, dit moest gewoon gescheiden, het past gewoon niet meer. Maar oh my god, ik moet hier gewoon even een geur of zo uitzoeken. Even kijken. Nou, dit is natuurlijk sowieso heel cute. Deze heeft glitter van de Action. Maar ik wil nu gewoon eentje met geur. Deze vind ik leuk. Spice Cinnamon. Winter Woods. Klinkt ook zo lekker. Of Cozy Moments. Oh nee, Cozy Cinnamon. Je kan Cozy dus op twee manieren schrijven. Met een S en met een Z. Volgens mij is het met een S een beetje in Engeland en met een Z in Amerika. Maar ik doe het dus met een Z. Maar in ieder geval, ik denk dus dat ik een van Janky Candle wil doen. Maar ik weet niet zo goed welke. Niet echt een overdreven kerstgeur, want die wil ik bewaren voor de kerst. Maar ik ga even ruiken. Pak er gewoon één. Oeh, ja, dit is een beetje dat koekje. Ik ga voor deze en dit is dus echt een koekjesgeur. En dat vind ik heel lekker. Oké, ik heb mijn haar gedaan en ik dacht, ik heb nog wat leuke pakketjes die ik aan jullie wil laten zien. Ik heb namelijk het een en ander besteld en oh my god, dit is echt mega leuk en herfstig. Eigenlijk een soort Halloween dingetjes. Ik laat het je wel zien. Nou, als allereerst, dat heb ik al aan, heb ik dus deze pantoffels besteld bij Shein. Ik bedoel, hoe mooi zijn deze? Echt zo zacht en fluffy, dit moet je gewoon echt hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik zal anders de items van Shein wel even in de beschrijving linken. Dit heb ik zelf besteld allemaal. Maar ja, ik vier Halloween dus altijd wel. En dit jaar ga ik dat met mijn vriend doen. En gaan we een hele dag Halloween films kijken. Halloween hapjes, et cetera. Oh my god, wat zijn ze aan het klussen. Dus ja, ik hou van Halloween. Ik vind het echt geweldig. Dus daarvoor heb ik wat besteld bij Shein. Het stelt eigenlijk echt niet zo heel veel voor, maar ik vond het zo leuk. Namelijk twee paar sokken. Want ik heb dan een soort trui van Halloween. En ik dacht dat is leuk met Halloween sokken eronder. Wat we dan de hele dag met de filmdag aan kunnen doen, zeg maar. Dus ik heb zwarte met van die gemene evil pumpkins erop. Mega leuk. De zwart. Ik denk dat hij de zwarte dan wel wil. Nou ja, het maakt hem eigenlijk gereed uit. En dan heb ik nog een oranje met die evil pumpkins op de achterkant. Eigenlijk precies hetzelfde, maar dan dus oranje met zwart. Zo leuk. Dus die heb ik voor ons filmavondje op Halloween, of filmdagje voor Halloween besteld. En het duurde ook nog wel even voordat ik binnen was, omdat er dus vertraging was. Maar ik heb het wel gekregen, dus daar ben ik wel heel blij mee. En dan als laatst heb ik bij Shein dit besteld. Trouwens, niet als laatst. Maar dat zal ik zo nog wel even laten zien. Ja, ik heb dus dit besteld. Het is zo'n haarbandje met van die duiveloortjes zeg maar eraan. Of van die hoortjes. Je zou vast denken, waarom? Maar heel misschien. Ja, dit jaar ga ik weer een Halloween make-up look filmen. En ik ga nog niet vertellen wat of zo. Maar ik heb er zo ontzettend veel zin in. En ik dacht tijdens het opmaken dan wil ik gewoon dat ja, het haar uit mijn gezicht is zeg maar op deze manier. Zodat ik goed kan opmaken. En ik dacht hoe leuk is het dan om dit in te doen. Want dat past wel bij Halloween en zo. Dus ja, die is voor die make-up video. Dus dat vind ik wel echt mega cute. Dit kost echt helemaal niks. En dan heb ik dus nog wat bij Shein besteld. Maar dat ga ik straks laten zien. Want dat hoort bij de ijskoffie die ik ga maken. Ik heb namelijk zelf de perfecte pumpkin spice latte recept uitgevonden. Waarschijnlijk bestaat het al, maar ik was een beetje aan het experimenteren. En ik proefde het en Sander proefde het. En we zaten elkaar aan te kijken van dit is lekker. Dus dat ga ik straks aan jullie laten zien. Maar daar had ik ook wat van bij Shein besteld. Maar dat zal ik straks allemaal laten zien. En dan als laatste dit pakketje. En dit moet je zien. Oh my god. Ik heb namelijk ook nog wat zelf besteld bij Lush. En kijk, nou, dit wil je. Ik denk dat ik vanavond of in ieder geval in deze vlog nog wel in bad ga. Dus dan ga ik een van deze bath bombs gebruiken in bad. Maar dit is toch helemaal geweldig.
Ik heb als allereerst dus deze besteld. Eigenlijk ook weer de Evil Pumpkin. Nou, deze is op zich nog wel schattig, maar dit ruikt zo ontzettend lekker. Nou, dan heb ik dus nog deze. Ook mega cute. Dit spookje als bath bomb. Dit doe je dus in bad. Hoe leuk is deze? Deze is heel erg citroenachtig. Wel heel lekker. En ik heb er dus nog wat gratis bij gekregen. En dat is dit. Mega lief. Deze Dirty Shaving Cream. Heel klein potje. Dus ja, echt schattig. Maar dit heb ik dus ook nog bij Lush besteld. En ik kan niet wachten om gewoon helemaal in bad te gaan met deze bath bomb. En helemaal een herfst vibe te krijgen in bad. Oké, ik heb een video gefilmd en geëdit ook gelijk. De Naked Haul of de Naked Lookbook. Dus die staat al online. Ik heb even een kopje thee gemaakt en ik heb ook al gegeten. Middag gegeten. En een video voor Action geëdit. Dus nou is het ook gewoon mooi geweest. Ik ga even de bende zo opruimen. Want ja, ik heb er weer een hele bende van gemaakt. Zo ik het allemaal net opgeruimd had gisteren. Dus ja, blijf bezig. En even denken. Ik denk dat ik dan daarna straks al in de middag lekker dus in bad ga. Met een bruisbal van Lush. Want vanavond ga ik met mijn vader even het dorp in. Dus dan heb ik daar ook geen tijd voor. Ik moet ook nog testen voor toegang. Lang verhaal, maar ja, ik ga morgen met Sander een weekendje weg. Ik ga een sushi eten, dus dan heb ik een QR-code nodig. Dus dat moet ik ook nog doen. Dus ademen. Oké, wat is het plan van aanpak? Theetje opdrinken. Bende opruimen. Dan een planning maken voor school, wanneer ik dat ga doen. Dan ga ik een campagne in mijn story zetten. Dat moet ik vandaag online doen. En dan ga ik in bad en dan is het, even denken, afgerond voor vandaag. Moet ik morgen nog wat doen? Iets belangrijks? Nee. Ja, de hele dag naar school. Oké, jongens. Het is tijd voor ijskoffietijd. Ik ga jullie laat zien hoe ik de laatste tijd mijn pumpkin spice latte at home maak. Dus thuis. Mega lekker. Echt mega lekker. Je moet wel een beetje van een pumpkin houden. Van het siroop. Dus ik ga je nu laten zien hoe ik het maak en wat je ervoor nodig hebt. Oké, je hebt uiteraard een glas nodig. Ik pak een klein glas omdat ik een kleine ijskoffie ga maken. Maar ik ga je nu direct laten zien wat ik nog meer bij Shein had besteld. Het is namelijk dit. Oh mijn god. Oké, ik had er dus iets te veel in gedaan. Maar dit zijn dus van die pompoenijsblok. Ja, zo'n pompoenijsblokhouder eigenlijk. Siliconen. Dit is toch mega cute. Kijk nou. Je kunt dus ook chocola in doen of ijsblokjes. Maar ik heb er dus koffie in laten doen. Zodat ik gelijk ijskoffie heb. Dus dat is wel heel handig. En anders kun je gewoon koffie zetten en dat af laten koelen en dan gebruiken. Maar je hebt dus koude koffie nodig. Dan heb je een melkopschuimer nodig. Ik heb deze van de Hema. Die is eigenlijk voor mijn uitzet. Maar ja, ik had hem nodig voor mijn ijskoffies. Dus die heb ik uiteindelijk even hier tijdelijk neergezet. Oké, wat heb je dan verder nog nodig? Een klein beetje barista oat. Ik maak dat altijd van plantaardige melk en zo. Ik gebruik ik drink geen gewone melk meer. En deze schuimt zo lekker. Een klein beetje klopfix doe ik er doorheen, zodat dat nog dikker wordt. De melk, zeg maar. Een klein beetje vanillesuiker doe ik er doorheen. Dit is echt een tip. Een heel klein beetje van deze Alpro vanille yoghurt. En dan dus pumpkin spice syrup. Dus laten we beginnen. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. En dan moet de koffie nog even smelten. En als dat is gesmolten, heb je echt de perfecte ijskoffie. Zo ontzettend lekker. Nu is het natuurlijk alleen nog melk, maar de koffie moet nog even smelten. En dan is het echt zo lekker.
Trouwens, wat ook mega lekker is, is om in plaats van de pumpkin spice siroop door de melk opschuimer te doen wat cinnamon, kaneel. Cinnamon. Maar dan maak je dus zo'n cinnamon latte. Die is ook ontzettend lekker en herfstig. Dus dat is ook nog een goede tip. Ik ga lekker me time in bad. Helemaal zin in. Daar gaan we. Oké, het is alweer even wat later. Ik ga straks eten koken. Maar er is dus een pakketje geleverd. En ik denk dat dit een pakketje is waar ik al een tijdje op wachtte bij Amazon. Er was iets fout gegaan of zo, toen heb ik dat gezegd. En toen zouden ze een nieuwe opsturen. Dus ik hoop dat dit hem is, want... Oké, schaar. Aangezien we nu toch al zo erg in de herfstsferen zitten, moet alles bij mij herfst zijn. Maar dit kan ik ook gewoon bewaren voor als ik uit huis ga en zo. Dit kan jaren mee. Oeh. Oh, het is denk ik echt wat ik denk dat het is. Twee items. Moment van de waarheid. Ja, yeah. Zo leuk. Dat hebben ze nog snel geregeld. Kijk, nou dit is toch schattig. Wat staat eigenlijk op? Pumpkin cup. Oh, ik sla echt door, ik weet het. Maar ik hou ervan. En dan heeft hij zo'n bakje. En dan kun je hier bijvoorbeeld je pompoenensoep in serveren. Of je thee. Misschien chocolademelk. En dan doe je dit er zo naast. Ik vind dit zo cute. Ik heb dit dus besteld via Amazon. Je betaalt er echt nog... redelijk wat voor. En in totaal 25 euro of zo voor twee. Ik weet niet. 25 euro voor twee of zoiets. Maar dan heb je wel echt cute mokjes. Kijk, nou dit is toch schattig. Om hier je soep in te doen of zo. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Het is zo cute. Trouwens, gelijk een tip. Dit heb ik bij de Action gehad. Pumpkin shower gel. En ze hebben dus ook van die handzeepjes in verschillende winterse namen. Alleen deze was er nog. Sweater weather. Maar er zijn dus verschillende varianten. Dus echt mega leuk. Oh, ik ben zo moe. Het is echt de laatste tijd zo erg. Maar goed, ik ga even de vaat opruimen van vanmiddag. En dan ga ik nu alvast koken. Het is wel een beetje vroeg. 4 uur. Maar ja, ik moet er ook content van maken. Dus dat ga ik nu doen. En ik moet eerder weg, omdat ik dus nog moet testen. Ik heb geen corona als het goed is, maar voor toegang. Maar goed, ik heb dus... Dit is niet gesponsord. Alleen via Instagram. 2 maaltijdjes. Dus ik ga even kijken van HelloFresh. Welke ik nu wil doen. Oh ja, ik heb dus... 1 maaltijd is... met pompoen. Maar daar ben je een uur mee bezig. Het ziet er wel echt mega lekker uit. Een pompoen risotto. Maar deze ga ik denk ik zaterdag koken. Daar heb ik dan denk ik wel zin in. Want dan ben ik een dagje thuis vrij. Zoals ik al zei, dit is niet gesponsord. Maar ja, ik ga gewoon lekker koken. Ik ga dit maken. Zelf doe ik het dan zonder kip. Omdat ik geen kip eet. Maar daar heb ik wel een alternatief voor in de koelkast liggen. Dus ik ga deze nu koken. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij, hoe lang? 30 minuten. Ik ben lekker bezig om de knoflook te snijden en te pellen. Maar ik dacht, ook al is het geen samenwerking voor YouTube, ik kan altijd nog de kortingscode delen. Dus met de code OCTHELLOFLOOR krijg je, hoe was dat nou? Het is niet dat je bepaald procent korting krijgt of zo. Even kijken. Je krijgt 45 euro korting op je eerste 3 boxen en gratis verzendkosten op je eerste box. Met OCTHELLOFLOOR. OCT als in oktober. Dus, nou, doe ermee wat je wil. Ik ga lekker koken. Oh my god. Ik heb dus de Body Shop adventkalender binnengekregen. En de My Jewelry adventkalender. Can't wait. Stay tuned. Nou, het eten was heerlijk. Maar ik heb een worteltje over. Dus ik dacht... mijn kleine schatjes mogen wel een wortel. Oh ja, dat vind je lekker, hè? Aha. Oké,
En het is alweer 2 dagen later. Let niet op mij. Ik moet me nog douchen en opmaken, klaarmaken. Mijn haar is vet, dus dat moet ik allemaal nog doen. Maar ik had een overnachting gehad. Dus ja, ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Want die was ik net aan het editen. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken naar deze Day in My Life. Ik hoop dat jij hem net zo leuk en cozy vond als ja, ik hem vond. Ik vond het mega leuk om te editen. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.